snel maar meer jongeren kiezen voor een werkvakantie in plaats van een traditionele toeristische reis. Het vakantiesalon in Antwerpen, dat vandaag de deuren opende, wijdt er zelfs voor het eerst een speciale ruimte aan. Mensen die vakantie willen combineren met werk of studies kunnen er terecht voor informatie. Maite Pietse ging langs bij Web, dat al meer dan 30 jaar dergelijke reizen organiseert. Tientallen jongeren zitten geboeid te luisteren op een infoavond over studieprogramma's in Canada. Ze willen een tijd in het buitenland gaan leren en leven. Zo ook Anneleen en Maartje, 16 en 18 jaar oud. Ik zou graag vertaler worden, dus dan zal een trimester of langer in het buitenland wel goed staan, denk ik. Het is natuurlijk heel makkelijk meegenomen om op je cv te zetten dat ik naar Canada en Costa Rica ben geweest. Web krijgt al maar meer jongeren over de vloer die extra ervaring willen opdoen met het oog op hun toekomst. Dominique trok mee van Web. Dat komt hoogstwaarschijnlijk omdat nu de crisis zich meer en meer laat voelen. Het is zeker en vast iets dat goed staat op een cv. Zo'n werk- of studievakantie is wel niet voor iedereen weggelegd, want het kost je al gauw enkele duizenden euro's.